Zo, een nieuw filmpje van Nieuwe Week. Waar zal ik het eens over hebben? Wat dacht je van de prijzen? Wij zijn een lingerie speciaalzaak en er wordt vaak gepraat over dat we duur zijn. Maar weet je, je krijgt bij ons natuurlijk niet alleen natuurlijk je mooie producten, maar je advies, de service, als je klachten hebt, problemen hebt, vragen hebt. Niet iedereen weet hoe je een BH moet schaffen. Geef ook allemaal niet, daar zijn wij dus voor. Nou, dan zeggen ze, ja, maar het is allemaal zo duur. Hoeft niet. Wij hebben echt al BH's vanaf 49,95. Dus een goede BH zoals deze bijvoorbeeld, 49,95. Dat zijn natuurlijk wel goede BH's, hè. Mooie beugels, goede kwaliteit, goede ondersteuning. Dus weet je, het is maar wat je ervoor over hebt en wat je jezelf waard vindt. Want dat is ook belangrijk. Wat vind je jezelf waard en wat wil je jezelf cadeau doen? Waar je goede ondersteuning voor je houding, je rug, je nek, je schouders. Dus ja, die BH neemt wel een stukje gezondheid over. Wel heel belangrijk. Dus waarom zeggen wij dat altijd? Vraag om de service en de aandacht en hoe het aangemeten wordt. Kijk, een BH draag je niet alleen maar gewoon om de leuke. Of dat je denkt, nou ik moet maar wat aan. Nee, een BH draag je echt gewoon voor de ondersteuning. Want als je niet de goede aangemeten BH hebt, dan heb je dus last van afzakkende schouderwandjes. Of als hij te wijd is, dan gaat hij hier opkruipen. Als die hier te groot is, gaat hij hier wijken. Dus allemaal dat soort problemen kun je oplopen als je niet weet wat je kopen moet. Dus daarvoor zeggen wij altijd, ga echt gewoon voor dit soort advies, voor een goed advies, naar een lingerie speciaalzaak die ook echt weet wat ze je willen verkopen. Niks aansmeren, maar wat ze je echt willen verkopen. En weet je, het zijn dan ook vaak de aankopen. Dan denk je, nou, 50 euro is duur. Maar dit is echt geen miskoop. 3 BH's van deze prijzen. Kijk, vergeet niet, dan ben je 2 jaar verder voordat je er even versleten hebt. En dan ga je geld besparen. Dus ik zou zeggen, hou het advies goed in de gaten. Doe het even, probeer het althans en laat je eens informeren. En dan zou ik zeggen, ga dan een oordeel vellen. Succes met deze tip!